De Turkse supermarkt aan de Grote Brugse Grindweg in Tiel moet voor een deel sluiten. Dat heeft de Raad van State bepaald. De supermarkt had in november 2009 al een ander gebouw bij de winkel getrokken. De twee gebouwen zijn alleen verbonden door een smalle verbindingsgang. De gemeente Tiel weigerde in het bestemmingsplan vast te stellen dat de uitbreiding van de supermarkt tot dat plan behoort. Omdat de raad niet wil dat de detailhandel wordt uitgebreid buiten de aangewezen buurtwinkelcentra en vanwege de parkeeroverlast. Daarom stapte de supermarkt naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. De Raad van State bepaalde dat de gemeenteraad in redelijkheid heeft bepaald dat op de tweede locatie, de uitbreiding, geen detailhandelsbestemming rust. Dat deel krijgt nu woonbestemming. Voordat de supermarkt het uitgebreide deel in gebruik nam, zat er een slagerij in. Vervelend, heel vervelend. Ik vind het jammer dat het zo is afgelopen, de zaak. Ik had positief verwacht. De zaak was er al, het was ambachtelijk en naar detailhandel werd het gezet en dat werd niet geaccepteerd. En nu? Weet ik niet. Ik zou het niet durven zeggen. Ik weet het echt niet. Nee, ik heb er geen woorden voor. Het is allemaal zo onverwachts. Ik had het niet verwacht.